ben Sonja Vloers, docent voeding en diëtetiek en netwerklid van het netwerk Leefstijlpreventie van de Academie Paramedische Studies. En met het netwerk zijn we al een tijd lang bezig om activiteiten te bedenken die interessant zijn voor het onderwijs, voor paramedische studies. En daar is een idee ontstaan om daar in ieder geval een themaweek aan te koppelen waarin we eigenlijk met al die ideeën alvast als proeftuin kunnen kijken van wat werkt daar ook voor studenten en hoe komt dat over en willen studenten hier aan deelnemen. Ik studeer logopedie aan de HAN. Ik zit nu in mijn eerste jaar en ik heb vandaag meegedaan met de health check afnemen en interpreteren aan de HAN en die heb ik hier gevolgd en die was wel interessant. Wij moeten vanuit de studie wat verbredende opdrachten doen. Dat moeten we er 7 van doen, ook met andere disciplines. En daar heb ik dit nu voor gedaan. En ja, dat is wel heel interessant altijd om te kijken in andere hoeken van dingen waar je misschien normaal niet zou kijken. Ook bijvoorbeeld met voeding en diëtiek heb ik een opdracht gedaan. En dan heb ik echt zitten koken, wat je bij logopedie in de les niet zou doen. En zo kom je toch aan die kennis. Het was wel heel interessant. Dit ging over health checks, dus over gewoon gezondheid. Dus het gaat dan over van wat doet de HAN om voor leerlingen de zorg toegankelijk te maken en dat de studie goed loopt en zo. Ja, dat mentaal dat je gezond bent, dat je fysiek gezond bent. En we hebben ook een spel gedaan en dat spel dat gaat dus van wat zorgt ervoor dat jouw leven goed is, dat jouw leven dat je er blij van wordt. Ja, ik vond het wel heel interessant. Zeker het spel gaf meer inzicht in wat ik doe in mijn eigen leven en waarvan ik blij word. En ja, ook gewoon een beetje zelfreflectie. En ik merkte ook in een ander spel, dat was met een leraar vanuit mijn eigen studie, dat ik ook feedback kon geven naar de HAN zelf over mijn experience dan met de HAN, hoe ze het allemaal personaliseren. En dat daar dan toch wel geluisterd naar wordt. En dat was toch wel fijn. Nou, wat ik wel een mooie opmerking van vandaag ook vond, is dat ik vaak het mentaal welzijn veel terug hoorde komen. Ik hoorde studenten praten over toch hun slaapproblemen. Ik heb gehoord dat ze dus niet alleen beweging, maar ook binding met andere studenten, dat belangrijk is voor het welzijn. En er ontstonden gewoon ook echt hele mooie gesprekken. Niet allemaal met als doel dat ze iets wilden veranderen. Dat is ook niet altijd mogelijk in zo'n korte tijd. Maar vooral ook bewustwording, denk ik, en een stukje weten en zien dat gezondheid breder is dus dan alleen het niet ziek zijn. Het ergens last of pijn hebben, maar dat het over veel meer dingen gaat. Waarom we er ook heel veel mee doen is omdat we veel meer weten over hoe we ziekte kunnen voorkomen en met name gericht op hoe leefstijl daarbij een rol speelt. En we zien dat de studenten uit de paramedische beroepen daar echt een hele goede en belangrijke rol in kunnen spelen, zodat ziekten meer kunnen worden voorkomen. Ik ben Brechtje, ik doe nu fysiotherapie, ik zit in mijn tweede jaar. En ik was hier vanochtend bij vanuit de gezondheidschecks die al bij Seneca plaatsvinden voor de medewerkers van de HAN. Ik ben daar eigenlijk lerende nu in over hoe je die gesprekken voert over positieve gezondheid en hoe je die checks afneemt. En vandaag was ik er dan aanwezig om met studenten in gesprek te gaan over wat zo'n vragenlijst nou eigenlijk is, waar je over gaat vragen en waarom het zo belangrijk is om ook die vragenlijst te gebruiken naast alle fysieke metingen die je vaak doet. Vooral het wat ik net ook veel hoorde van studenten is dat er vaak wordt gekeken naar de fysieke cijfers die ze uithalen, dus hoeveel kracht heb is, dat mensen daar heel erg benieuwd naar zijn of hoeveel weeg ik. Terwijl dat maar echt een heel klein onderdeel is van de hele positieve gezondheid. En dat ik dat vooral het stukje over de mentale welzijn, de participatie, het zelfvertrouwen, eigen persoonlijke omstandigheden, dat een veel grotere rol speelt ook in ook uiteindelijk terugkoppeling naar de fysieke gesteldheid. En dat doel was om dat eigenlijk proberen mee te geven aan de studenten om te kijken, goh, wat zijn nou eigenlijk nog belangrijkere dingen dan cijfers die soms uit een test komen of metingen die worden gedaan. En hoe zorg je ervoor dat je juist die vragen leert stellen en daarover een mooi gesprek kan maken over wat gezondheid nou betekent voor de persoon waarmee je in gesprek bent. Weet dat je kan aanmelden bij Seneca, bij het gezondheidspakket, om er in ieder geval over door te praten. Dus dat het belangrijk is om, als je ergens mee zit, om dat te delen.
Ik denk een andere tip is stress. Is denk ik een hele veel voorkomende factor hier die, die stiekem best wel verantwoordelijk is voor heel veel ziekte en aandoeningen en vermoeidheid en chronische klachten. Dus probeer zo vaak mogelijk te ontspannen. En omdat ik van voeding en diëtiek ben, ga ik toch ook voor gezonde voeding. Eet iedere dag lekker je fruit en je groenten.